Gefeliciteerd, Jong Sparta Winter met 0-1 van Excelsior Sluis. Dat was een spannend potje. Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben natuurlijk de afgelopen weken wat punten laten liggen. Zware tegenstanders gehad en dit was een wedstrijd die wij als team zeker nodig hadden. En nou, dat is mooi dat je met 3 punten mag eindigen vandaag. Ja, en dan door de afgelopen resultaten van de afgelopen weken ook extra druk mee vandaag? Nou, de druk voelen wij niet heel erg. Het is wel zo dat je tegen elkaar zegt van boys, het is nu belangrijk dat je punten gaat pakken. Dat we in die ranglijst gewoon een mooie plek behouden en misschien wel omhoog gaan. Dus dat is voor ons belangrijk als we zo'n wedstrijd als deze ingaan. Maar de druk valt reuze mee. Op basis waarvan hebben jullie vandaag gewonnen? Ik denk dat wij vandaag als team hebben gewonnen. Ik denk dat we individueel nogal wat slordig waren. Glad veld, regenachtig. En ja, dan is het aan ons de taak om als team door te gaan en deze wedstrijd gewoon over de sleep te trekken. En ik denk dat jij hier helemaal met een lekker gevoel staat, want jij maakt de enige goal, dus bent de matchwinnaar. Ja, dat voelt natuurlijk nog extra lekker. Ik moet wel zeggen dat ik het team gewoon wil benoemen dat we dit echt als team hebben gedaan. Maar het is natuurlijk lekker dat je de winnende mag maken. Je derde goal van dit seizoen, dus schrijf hem eens. Ja, ik zag dat Anello naar binnen dribbelde en hij zocht Dien. En ik weet van Dien dat hij een balletje terug kan kaatsen. En hij legt hem perfect in mijn loop neer en ik schiet hem in de verre hoek. Ja, je drukt hem prima af. Daarna is het wel een redelijk open wedstrijd, maar heel veel kansen geven jullie eigenlijk niet weg. Nee, het is dan omdat wij een beetje de grip verloren op de wedstrijd, was het aan ons de taak om wat verdedigender ingesteld te spelen. Dus dan proberen we echt die nul te houden. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd in de rust. Maar er lagen genoeg omschakelmogelijkheden die wij slordig uitspelen. En daarom konden we er niet meer doelpunten van maken. Kansen hebben we gehad, omschakelmomenten lagen er. En dat is aan ons om dat beter uit te spelen. Het is je eerste seizoen bij Jong Sparta, dat je vorig jaar nog bij de onder 18 uitkwam. Hoe gaat het tot dusver? Het is gewoon een mooi seizoen tot nu toe. Ik moet zeggen dat de trainers mij heel goed hebben opgenomen in de groep. Ook de jongens, begin van het seizoen, de voorbereiding al. En ja, dan krijg je gewoon als speler, zo'n speler als ik, krijg dan zelfvertrouwen. En dan ga je doorgroeien en het is nu aan mij de taak om iedere week stappen te zetten. En dan gaan er mooie dingen gebeuren. Precies, ja. En vorige week was het natuurlijk helemaal een mooi moment voor jou. Toen je debuut maakte in de wedstrijdselectie bij het eerste tegen Heracles. Ja, dat is iets heel moois. Daar droom je eigenlijk van. En dan sta je daar op het veld en dan ben je een en al aan het genieten. En dan hoop je natuurlijk in te vallen. Maar het mocht niet zo zijn. Maar het was in ieder geval een heel mooi moment in mijn carrière om dat mogen mee te maken. Misschien komt je debuut dit seizoen nog. Succes verder. Wie weet, dankjewel.